Het is nu zondagavond 22 september. We zijn hier op het Museumplein waar Brenda Beukering haar boekenpresentatie gaat houden van het boek De Binnenkant van Verdriet. In Spanje heb ik de eerste 10 pagina's geüpload om er nou heel snel mijn laptop dicht te doen. Ja, ik heb het gedaan, maar weet je, misschien toch maar niet. 2000 is echt heel erg veel. Dus ik ben gaan bloggen, gaan schrijven, gaan doen. Schaamte en shame voorbij, zelfpromotie, want ik wilde dat boek gewoon hebben. Dus eindelijk, bizar, ik geloof 4 jaar later, in dezelfde week waar Marco is overleden, is het hem gelukt. 2000 aanmelden. Dus we gaan een uitgever zoeken. En dat hebben we gedaan. En toen ging het heel snel. We waren er zo uit, handtekening is gezet. Het was een klik, we gingen het doen. Hij vond alles fantastisch en prachtig en goed. En je hebt niet alleen jouw verhaal geschreven, je hebt ook nog eens onwijs je best gedaan om dat boek via 10 pages met heel veel mensen te delen. En ervoor te zorgen dat er een startkapitaal kwam om het boek uit te geven. Helaas gebeurt dat vaker. Dat je volslagen onverwacht veel te jonge leeftijd weduwe wordt. Maar dat moet opgeschreven worden en het moet uitgegeven worden. En ik vond het tempo, ik hou van kort, bondig en vlot. En daar voldoet dit boek helemaal aan. Ze hebben het boek opengemaakt. Er waren andere sluitende boeken. Zij hebben het boek opengeslagen. Ik vind het mooi. Ik vind het leuk. Het is ook wel heel fijn dat iedereen er hier zo zeg maar is voor mijn moeder. Ja. Ik voel het ook heel vertrouwd hier. Omdat iedereen er hier is. Die ook wel een beetje heeft meegemaakt en die mijn moeder heeft gesteund. Ik wil heel even stilstaan van waarom het boek is ontstaan. En het is natuurlijk een hele verdrietige aanleiding geweest. Ik wil daar heel even bij stilstaan. Ik wil jullie een liedje laten horen. Het is een liedje wat Lucas, Robin en mij ontzettend veel kracht heeft gegeven. Het leek vanuit de hemel gezongen. En een van de vele redenen waarom wij doen wat we doen en waarom we zijn wie we zijn op het moment. Doe wat je altijd deed toen ik er nog was. Leef elke dag voluit en met heel je hart. En je vindt mij en je voelt mij. Ik ben dicht bij je, mis mij. Het is oké, want ik mis jou. Als je huilen moet, laat je tranen maar vrij. Maar als je weer lachen kan, hou je niet in voor mij. Want ik voel jou. Ik beleef alles met jou. Iedereen natuurlijk. Ongelooflijk bedankt dat je hier wil zijn. Je ziet het om je heen dat mensen dierbaren verliezen. En zij hebben gewoon een goede keuze gemaakt. Kinderen op de eerste plek, dat is wat ik al zei, dat is de basis. En vanuit daar, weet je, iedereen kan maar gestolen worden, dat moet goed zijn. En dan de rest komt wel. Dat komt dan ook. Maar vooral natuurlijk trots op jou om dit boek na zoveel zweet. Dat het er is. Lieverd, ik hou van je. Je ontmoet iemand en je wordt verliefd op de. Diegene heeft een bagage bij zich. Ik heb ook een bagage. De ene bagage is groot, de andere bagage is klein. En door dat proces van dat delen en het moment dat ze erover ging praten en over ging schrijven. En je voelt die emotie. Ja, dan kan je alleen maar zeggen, jee, dat doe je dat goed en wat knap en je moet er wat mee doen. Je moet het in een boekvorm schrijven en ja, daar help je als partners zijn, help je elkaar daarin, om elkaar daarin te steunen. Een echt boek van een echt boek. En vanaf de eerste ontmoeting was het meteen een klik en ja, ze heeft zich ongelooflijk kwetsbaar opgesteld in het boek. En
En ook ongelooflijk kwetsbaar naar mij. Maar alle adviezen, ja, daar kon ze zich heel goed in vinden. Dus dat is erg, heel, heel erg fijn om met haar samen te werken. Ja, ik vind het heel knap dat ze dit voor elkaar heeft gekregen. Ik vind het ook heel knap van Rob, die zeg maar als een redelijke buitenstaande daar binnenkomt, hoe hij ermee is omgegaan. En ik kan alleen maar zeggen respect voor alle twee. En ik hoop dat haar boek voor heel veel mensen een troost zal zijn. Brenda is iemand die doet alles uit het gevoel. Alles. Dus dit vinden, wil ze er geen geld voor vragen. Dus mijn advies, verkopen, op naar het volgende boek. Dat is het. Vind ik hartstikke leuk om meer vaart te zijn. Voor Marco en ook voor Brenda. Daar is onze tweede dochter, in wezen. Zij is vaak aangeduid, een schoondochter. Maar zij is onze dochter trouwens. Is er iets wat u nog tegen Brenda en de kinderen wil zeggen vanaf deze plek? Ja, wat wil ik tegen die kinderen zeggen? Ze zijn bijna altijd bij mij. Ieder weekend vannacht hebben ze ook weer bij me geslapen en gegeten en gedaan. Nou, als ze altijd maar blijven komen, dan ben ik heel gelukkig. Hoe heb je het in de korte tijd even meegemaakt vanavond? Overweldigend. En ik ben nu aan het nagenieten of zo. Kan dat? Ik denk het wel hoor, tuurlijk kan dat. Ja. Er komt zoveel op je af, zoveel lieve mensen, lieve woorden. Ik denk dat het goed is gegaan. En op een gegeven moment werd ik wel weer rustig. En toen kon ik weer vanuit mijn hart spreken. Huil als je huilen moet, laat je tranen maar vrij. Maar als je weer lachen kan, hou je niet in voor mij. Want ik voel. Ik beleef alles met jou. Ik ben dicht bij je vaak over jou. Als je me zoekt, ben ik er altijd. Geniet alsjeblieft als je kunt. Als een kind, zet de schaamte opzij. Doe het niet alleen. Open weer je hart. Ook al voelt het vreemd, je doet het ook.